Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Call of Duty Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, sorry dat het einde net wat abrupt was bij de vorige episode, maar er was het allemaal gezeik op de achtergrond. En ja, laten we maar gewoon ophouden dat het niet meer bedoeling was om het zo snel af te ronden. Maar goed, we gaan een nieuw potje spelen vandaag. En ja, we hebben in de vorige episode Siberian Camo unlocked. Ik ga hem niet opplaatsen, want ik vind het gewoon ja, geen mooie camo in principe. Even kijken, we gaan vandaag gewoon weer domination spelen. Er zijn wat langere potjes, dus ook over het algemeen ook wat fijner vind ik zelf. Even kijken, oh no. Moet... Alles behalve studio. Ik kon het woord gewoon niet eens opbrengen om te zeggen. Overflow. Overflow. Ik wil zeggen dat het een kutmap is voor shotguns, maar die achtersteegjes, die zijn ten eerste goed voor shotguns, maar ten tweede ook dodelijk, want er zijn allemaal van die mother trucking headfuck spots. Dus ja. En dat is niet fijn, hè? Pam, 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 pam. Even de mic wat zo. Ik heb de popfilter niet op mijn mic zetten, dus jullie kunnen altijd geblaas van mij horen en zo. Dus ja, nice. 2, 1. Voor de Republic of Narnia. Wat is dat nou voor sniper? Oh mijn god. Wow, skills dude. Alpha lockdown. Alpha lockdown. Yes. Nou, kom eens hier naartoe. Kijk, dit bedoel ik dus. Hackfuck. Hell, fuckers. Kijk, daarom wil ik daar dus niet heen. En daarom is dit echt gewoon een kutmap. Als het niks wordt, dan is het gewoon GG. En dan gaan we gewoon een ander potje zoeken natuurlijk. Want het zijn gewoon mappen, jongen. Dat is zo dramatisch. En ik wil gewoon een keer redelijk spelen. Maar ja, ik heb niet echt een opwarm padje gedaan. Dus het is natuurlijk weer niet zo skillful als normaal. Maar... Nope. Ho. Oké, okay, we are being dominated. Wel een... Holy shit. Wat? Wie hebben we allemaal doodgeknald hier? Oh, oké. Okay. Skills. Dat vergt gewoon skills. Om gewoon uit een hoekje te komen en gewoon... Dan... Wauw, wat was dat, hé. Nou ben ik er ook gewoon klaar mee. Gewoon die snipers, ik kan daar echt niet tegen. What the fuck is daar beneden allemaal aan de hand? Goed, nou, we gaan een ander potje vinden. Domination. Even kijken, goed. Hopelijk... Oh. What the fuck? Mijn moeder is kennelijk hartstikke pisser. Ik weet niet waarom, maar... Nee! Oh, alles behalve dit. Slechtste map voor shotguns. Oh, kom op. Doe iets Nuketown. Nuketown of hijacked? Gewoon hijacked. Gewoon één keer. Gewoon één keer. Kom op, goed mapje, alsjeblieft. Hydro. Zolang ik maar niet voor dit stukje loop, waar al het water komt, moet ik in principe wel goed zitten. Wauw, skill lag. Lag skill. Wow, leave the game. Waarom? Ik weet nog hoe ik dit ga noemen. Ik kan geen potje vinden, echt waar. Want op sommige series zet ik titels en sommige ook niet echt. Nou, met titels bedoel ik een soort van dingetje ervoor. Zoals bijvoorbeeld avontuur met Multicraft, dan heb ik er niks staan. Maar begonnen met Minecraft wel bijvoorbeeld wat we gaan doen vandaag. Zo van te veel te doen of zo, zoiets, weet je wel. Fuck the system, studio, jezus. Nou ja, het is maar 2 minuten en dan maken we dat potje wel af. En dan, nee, oké, okay, leave the game, jezus. Kan ik nog gewoon een potje vinden, nee. En niet deze bullshit. Kom op, vind iets. Geen hydro wat lijkt grind. Wauw, eindelijk eens een keer een fatsoenlijke shotgun map. Het is niet mijn favoriete map, maar hij is wel grappig. Oké, wel, let's go. Oh, er staat hier iemand. Oh, die is al dood. Oké. We gaan hier maar eens... Wat is dit? Wat een lag. Moet je kijken, hé. Hey. Wauw, is dit... Jezus, waarom zijn alle goede mappen zo laggy? What the fuck, man? Dit kan... Dit is echt gewoon echt slecht. Blijf alsjeblieft kijken, jongens. Er komt een goed potje. Dit wat gewoon... Het kan me niet schelen wat voor map het is. Als het maar gewoon niet lekkerig is, dan gaan we gewoon het spelen. Als het niet lekker is. Sinds dat het hartstikke lekker is, natuurlijk. Oh, jezus, kan het... GG.
We gaan het gewoon doen op drone. Please lag, nee hoor. Oh, niet met de MP7. Oh, fuck, dan moet ik gewoon nog spelen ook nog. Wat, dit wordt leuk. Oh, ik vind nou wel niks. Oké, gaan we hier maar langs lopen. Dat wordt echt dramatisch. Laat me eens raden, 0 om 30. Oh mijn god, het is nog niet bijna afgelopen ook nog. Kutzooi. Oh, gasjes. Wauw. Voor de verandering ben ik niet dood gegaan hier. Dat is wel skillful. Wat is dit nou weer voor onzin? Jezus man. Ik ga goed die game spelen in plaats van dat het glitch. Ja, hij staat midden op het open veld. Ja, het glitch. Wauw, ik ben er klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Laat mij gewoon een fatsoenlijke map. Er zijn zoveel goede mappen. Ik heb 2 fucking map packs. Gewoon de enige map waar ik niet op vraag zijn. Drone, raid of zo. Doe maar raid. Tuurlijk, Hydro. Nou, Hydro is best wel goed. Alleen als het maar niet lekt, dan ik het prima. Wauw, ik ben gewoon al 6 minuten op het zoek naar een potje. Dit is epic. Lekt het? Ja, volgens mij lekt het. Het lijkt weer als de tering hoor. Jezus, wel lag. We gaan spelen met lag, oké? Die is die ene mensen die ik toen ook joinde. Oké, hier valt gewoon. Hier valt gewoon niet op te spelen. Het valt gewoon. Wat is dit nou voor onzin? Zijn er gewoon geen fatsoenlijke potjes meer te vinden of zo, jongens? Godverdomme. Hey. Weet wat ik daar gewoon nog over Team Deathmatch? Dan gaan we wel Team Deathmatch zoeken. Als het gewoon op Domination gewoon geen fatsoenlijke mappen zijn. Voor de kijk eens even. Ik had gewoon meteen al Team Deathmatch moeten joinen. Gewoon Nuketown. Een beetje fatsoenlijke spelers. Niet allemaal Prestige Master. Maar gewoon, eens een keer fatsoenlijk. Prachtig. Wel, dit heeft 6 minuten gekost. Geweldig. Wauw. Volgens mij heeft geen enkele YouTuber zo lang in een video gezocht naar een fatsoenlijke potje. In een Road to Gold serie. Of Diamond of weet ik veel. Dit is echt wauw. Oké, wat we nu gewoon gaan doen. We gaan dit potje afmaken. Dan is het GG voor deze episode. En dan ga ik niet vragen om een bepaald aantal likes voor de volgende episode. Normaal vraag ik altijd 10 likes of zo. Maar op dit moment heb ik ook zoiets van YOLO swag. In de vorige episode vroeg ik dit niet aan. Dan doe ik het nou ook niet. En dan doen we het eventueel in de volgende episode weer of zo. Ik vind het gewoon allemaal wel prima. Laat gewoon het hele like systeem maar wat voor wat het is. En gaan we wel gewoon lekker de game spelen. Het zou geweldig zijn als ik mijn stealth chopper zou halen. Wat waarschijnlijk in geen 1 miljoen jaar zou gebeuren. Maar hij weet natuurlijk dat nooit, hè. Het is gewoon holy. Tuurlijk, kom weer met je EMP. Met je EMP, jongen. Ja, emu. Dit wordt zo dramatisch. Ik heb een kill. Oh. Ik heb uno mas kilo. En ik moet er iets van 200 of zo. Ik ga naar binnen. Fuck. Woe. That was some intense shit, bro. That was some really hardcore shit. Hoeveel sta ik? 2 om 2, oké. Die dag master natuurlijk, maar. Laat dat, jij emu, echt waar. Kom maar weer met je vliegende broodtrommel, kijk eens even. Oh nee, hij killt mij met een normaal ding, oké. Prima. Ik heb geen zooi om op hem te gooien. Geweldig. Wat ik ook nog. Ik word gecollateral door een of andere noob. Houd toch op met je ding, man. Jezus, met je light machine gun. Kun je niks beters? Nee, zeg maar, want ik ben een noob. Ik kan niet beter. Ik ben gewoon zo skillful. Ik sta toch. Kijk nou, jongens. Ik sta toch achter die muur. Kijk dan. Oh. Ook nog een headshot voor mijn bakkes. Oh. Ik moet wel uploaden. Oh nee. Ik moet wel uploaden. Kutzooi. Open gewoon het vuur. Fuck alles. Of niet. Het is zo dramatisch dit. Oh. Ik word zo gereept hier. Moet je gewoon kijken, jongens. Ja, ik moet wel uploaden. Ik moet het. Ik kan niet anders. Het spijt me, jongens. Oh. Skills doet. Oh, dan gaan we boven toe. I'm out. Oké, dat is 1 kill. Ik ben gepromoveerd. OMG.
Ik heb de Shinkom unlocked, by the way, dus. Wauw, kijk dan. Gewoon de schildheid, kijk, zie je dat? Boom, oh mijn jezus. Ik dacht, je ziet de granaat wel, nou niet dus. Hij staat daar gewoon. En knalt mij gewoon neer. Met de Scorpion. Wauw, ga dan gewoon met fatsoenlijke guns spelen, jongens. Wat is dit nou weer voor mishandeling? Dit kan niet hoor. Oh, weer met light machine. Ik ben er zo fucking klaar mee. M-tars met shit erop en oh. Moet het nou gewoon? Oh, claymores. Kijk gewoon hier. Een feest. Oh, wauw. Wauw. Hoe gaan wij? Oh, ik ga echt kut, jongen. 415 nieuwe kwak. Oh, dit vergt zoveel skill, jongen. Dat wil je gewoon niet weten hoeveel skills het vergt. Defeated. Hoeveel minuten is het? 11. Doe nog een potje. Ik wil mijzelf even. Moet je nou kijken? Dit is. Wat moet je met een shotgun op Nuketown? Boom. I know. Ratio 0 om 27, wauw. Ik ben nog niet het laagste van het team, maar er stond nog één, ja, 0-0. Dead silence. Random. Wat kan ik hier aan klooien? Wel, we doen Siberian Camo erop, om ons te helpen. Oké, wel, we gaan sowieso wat anders doen dus. Oh mijn god, kom, hijacked. Hijacked, godverdomme. Kut, sorry. Moet je kijken, je bent dus ook praktisch bijna uitgeleveld. Moet je kijken, hé. Even kijken, goed. Prestige 6, Prestige 3. Laat iets love 738. Prestige Master. 4, 9. Het is gewoon, iedereen is hoger dan 3 of zo. Ja, oké, behalve die andere paar kerels. Ik ben dus zo. Wel, dat heeft mijn hele opnamesfeer dus nou ook al verpest. Wauw. Ik ga gewoon mijn video's editen zo meteen. Ik ben gewoon. Het is zaterdag. Ik heb volgens mij 1 Hunger Games opgenomen. We hebben wel gewonnen, dat is wel nice. Ik heb 1 redelijk padje opgenomen van Road to Gold. En nou dit padje, dat is ook goed dramatisch. Dus. Ik ga maar gewoon, denk ik, video's editen zo meteen. Ik ben er echt zo klaar mee. Greenlight has been given. Ja, fuck jou met je oma neukende pedostem. Tuurlijk. Quickscope met me weer met je kut ballista. Of met je kut sniper. Of weet ik wat voor kut ding het is. Kut. En ja, ik zeg kut, ja. Kut, sorry. Ja, tuurlijk. Pies hem maar weer. Ik ben er klaar mee. Ik ben er zo ontzettend klaar bij. Kom hier, jongens. Ik ga jullie allemaal. Oh mijn god. Oeh. Waar zijn jullie allemaal? Oeh. Ik ga jullie zo wat geven allemaal. Oeh. Kom hier. Je emu. Kom hier. Oh, je vieze vuile. Oh my Jesus. What the fuck is dat nou weer dan? Ik ben het. Nee. Oh, ik moet wel. Ik kan niet anders. Kut, sorry. Oké, kom maar, hè. Had je wat of zo? Wel, ik ben het volledig verleerd spelen met de MP7. Wel, dat is echt zo. Kut. Weet je wat? Dislike ook gewoon allemaal die video maar meteen. Als jullie nou toch bezig zijn. Echt waar. Tuurlijk. Met je gouden. Met je diamond Remington. Hou je kop toch, man. Kut, mol. Ja, ik reed je nu keihard. Ja, heb je het goed? Kun je het zien? Mol. Ja, je oma. Je oma heeft controle genomen. Oma. Ja, je oma neuken de superpedo. Ik ben nu zeer in mijn concentratie. Oh shit. Ja, boom, boom, boom. Die heeft kills. Eén face in je bakkes, jongen.
Oh mijn jezus, wegwezen. Intense focus hier zo. Wow, die was nice. Be advised, hostile UAV incoming. Oké, Didi Sudoku, wat heb jij nou met zeuren aan? Shadow Games 3, ja joh. Sorry als je deze video kijkt, maar ik ben echt een beetje pissig. Heb je hem weer, hoor. Pak hem. Apart. Chatting EMP. Fuck jou, man. Je kut EMP. Gaan we toch niks aan hebben. Sniper, take him out. Ja, fuck jou. Ik doe pas iets wanneer ik daar zin in heb. Tuurlijk, ga maar weer dodgen. Vind je het leuk of zo? Gewoon een beetje dansen, zo. Hier kan ik ook wel. Kut, mogol. Ga je gewoon naar boven, jongen. Je weet wat ik gewoon ga doen, ik ga hier naar boven toe. Ja. En dan doe ik dit. En dan doe ik gewoon dit. En dan dit, en dan dit, en dan dit, en dan dat, ja. Ja, allemaal deel van het plan natuurlijk. Kut, sorry. Wat zitten we dan, hè? Met je Wild Wester Town, laat me erin, man. Je kut, mol. In je face. Dikke emu. Ja, geef dat maar mij. Dat vind ik wel leuk, ja. Lol. Au, ik heb één kill ermee gemaakt. Jee. Ik ben te skillful. Assist! In je reet. Tuurlijk, wat is dat nou weer? Ik schoot niet eens en hij moest al gewoon reloaden en oh, kut game ook. Ja, mij. Ik ga gewoon iemand doodsprayen met dit ding. Hey, oh, man. Oh, godverdomme. Ik ga die kut game, mami. Yeah, laser sight. Dit is iets positiefs. Au, oh, hij werkt toch. Ik heb de final kill gemaakt. Nou, dat maakt een hoop goed. Wauw, de video die was 18 minuten. Nou ja, fuck dat. Nou ja. Wat heb ik niet de final kill gemaakt? Skills. Nou, surf kills nog steeds. Het is niet echt OP slecht natuurlijk, zoals het vorige potje. Of zo. Ja, met die, wat was het, Nuketown of zo? Lees het uit maar zo. Maar goed jongens, weet je wel, bedankt voor het kijken allemaal. Laat even wat likes achter. Dislike deze video alsjeblieft niet. Dat zou mij gewoon echt enorm helpen dat jullie gewoon even de video liken. Laat even wat leuke steun comments achter. Oh mijn god. En dan zeg ik tot volgende keer allemaal bedankt voor het kijken. En dan spreek ik jullie later. Dus ja. Later mensen.